Ja, misschien kan ik even zeggen wie ik ben. Kan je kan first zeggen dat ik dan ben jaar. We wonen in België. Wie boer in België? We hebben 3 kinderen. We hebben 3 barn. En we wonen bij onze dochter. Wie boer samen met dochter worden? Zij heeft een man en 5 kindertjes. Zie haar, hun haar een man of 5 barn. En we wonen in hetzelfde huis. Of wie boer in samen huizen? En dat komt omdat we woonden in Groningen. Of daarvoor die we boerden in Groningen en noor in Nederland. Samen met mijn vrouw woonden we daar. Woonde ik daar. Ja, jij en mijn koene. En een groot huis en een grote tuin. Stoort u zo een stoer hagen? Maar het was in een communistische streek van Nederland. Maar er was in een communistisch deel van Nederland. Dat heeft een hele voorgeschiedenis natuurlijk, maar dat kan nu niet op ingaan. Daar had je een lange historie, maar we gaan je in idee. Maar 13 jaar hebben we daar gewoond. En 13 jaar hebben we boerder noord in Nederland. En de mensen zijn er allergisch voor alles wat christelijk is en wat kerk heet. Oh, alle mannen er daar allergisch moet, alles om heet christen, alles om er hanome kerk er Jezus zo jor. En dat is het goedkoopste plekje van heel Nederland wat huizen betreft. Oh, daar is absoluut billigste in Nederland dat je op een huis. Dus voor het eerst hebben we daar een huis gekocht. Zo, voor 13 jaar sinds den gangen hadden we het huis daar voor de eerste gang. En 13 jaar hebben we daar geprobeerd om iets te laten zien van ja, wat het evangelie werkelijk is. Oh, in 13 jaar hadden we geprobeerd te wijzen wat evangelie inhoudt in praxis. Ze hebben daar een volkomen verkeerd beeld van gekregen doordat de rijke boeren, de arbeiders, vreselijk onderdrukten in die streek. Mange arbeideren, arbeidersklasse, had fått een heel veel indruk van wem je Gud daar. Op grond van onderdrukkelse van rijke boeren, die onderdrukte die arbeideren. En al voor de Eerste Wereldoorlog was er een predikant die zich bekeerde tot het marxisme. Al reden voor de Eerste Wereldoorlog was er een predikant in Noord-Nederland die converteerde zich tot marxisme, is dat een christendom. En die heeft toen alle arbeiders uit die streek ook bekeerd tot het communisme. En hij heeft fått met zijn nesten alle arbeiders uit den delen van Nederland. En het werkt nog steeds door. Elke generatie hoort weer de verhalen van vroeger. En ze zijn nog steeds heel erg tegen alles wat het even. Want die rijke boeren namelijk. Rijke boeren die hadden daar de macht in de kerk. Oh, de werken enda. Voor die etter generaties. Zo blijft een gamle historie verteld daarna. En die rijke boeren die onderdrukten die arbeiders genom kerkens macht. En als er een conflict was met de arbeiders, dan kregen die arbeiders ontslag. Of is er wel een conflict met arbeiders, zo fik die sparken. Dan hadden ze geen inkomen meer. Fik die geen intact. En dan moesten ze naar de kerk, naar de diaconie, om hulp. Of ze trekken die ook naar de kerk voor hulp, diaconische hulp. En het waren dezelfde boeren. Maar dat waren die samen boeren, ze hadden macht in de kerken, zo dat vind ik dolly. Dus ze hebben een vreselijk negatief beeld van de kerk en van wat christendom is. Zo, kerken, structuren, hebben gjort meer verre en God, akkurat in den delen van Nederland. Nou, we hebben er 13 jaar gewoond en geprobeerd om daar wat te doen, maar de deuren waren gesloten wat dat betreft. In 13 jaar hebben we geprobeerd te wijzen die noemen, maar dat was wanskelig. Er waren mange deuren waren lost. Maar we hebben er toch heel weinig kunnen doen. En wel iets hoor, maar op een gegeven moment werden we wat ouder. Is het bedoeld dat je een uur gebruikt om te vertellen wat je allemaal hebt gedaan? Ja, je hebt maar een uur. Het werd blijven elderen, zo van nu dat we schulden jonge hand. En toen zeiden de kinderen van ja, als er wat gebeurt hier met jullie, wie kijkt er dan naar je om? Zo zei wie, zo'n barn, dat er was kans tijd om te vluchten van Noord-Nederland in een plaats waar we niet nermer derde. Ja, je moet maar bij een van ons komen wonen. Het beste dat u al derde boer samen met ons. Degene die dat zei, die woonde in Senegal op dat moment. Hans om Sade, hij woonde in Afrika, in Senegal. En hij hier, die woonde in Noorwegen. Jij woonde al in Noorwegen. En mijn dochter, die was dan met een Belg getrouwd, die woonde in België. En die sprak dan ook, daar spreken ze nog ook dezelfde taal. Dat trouwens, hij heeft me een voor België. Die woonde in België
Dus Franske delen som boeddhist nakker de Nederlandse. Ja, dat was het enige alternatief. En zodoende zijn we in België terechtgekomen. Of voor die papa en mamaatje willen boeien in Noorke, zo reisde hij te België. Maar goed, vanmiddag wil ik nog iets vertellen over het ondergaan van onrecht. Men vandaag, in het middag, wil je gerne vertellen lidt om hoe we omgaan uret. Want daar hebben we allemaal mee te maken namelijk. Niet alleen die arbeiders daar in Groningen hadden er mee te maken, maar iedereen, klein of groot, krijgen ooit te maken of hebben te maken gehad of hebben er nu mee te maken met onrecht. Voor die degebare die arbeideren in de lille delen van Nederland, som hadden ooit met uret, maar alle samen hebben opleefd uret, eller hebben met de ooit op een of andere wijs. En dat komt aan alle kanten op ons af. Og uret er noe som kommer mot oss fra alle sider, egentlig. Det begynt al als je klein bent, dan krijg je de schuld van iets wat je niet gedaan hebt. Det skjer allerede når man lite, et små barn som får skylda for noe som den ikke har gjort. Nei, de maatschappij die verloedert. Ja, vår samfunn, den detter egentlig sammen. Det blir dårligere og dårligere. De wetteloosheid neemt toe. Loosheid, den wokser. Ja. En de liefde verkeelt. Og kjærligheten, den blir kaldere. Ja, dus we krijgen steeds meer te maken met onrecht. Så vi får egentlig, vi får mer og mer å gjøre med urett. In het kleine en in het groot. I det lite og i det store sammenheng. Men staat er in Spreuken, staat er een prachtige tekst. Men i ordspråkene, så står det en veldig fin og flott tekst. Spreuken 18. Oorspronkelijk. Spreuken 18. 18. En dan vers 10. 18, vers 10. Met dit mooi bij vinden. Spreuken 18, vers 10. En er staat dit: de naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardige eilt daarheen en is onaantastbaar. Er staat in oorsprook. 18 vers 10. Hennes navn er en sterk torn. Den rettferdige springer til det og er trygg. De naam des Heren, dat wordt niet de naam van Jan, Piet of Klaas mee bedoeld. Det er ikke Jan eller Kåre eller hvem som helst som blir nevnt, men det er Herrens navn, Guds navn. Maar we hebben allemaal nog meer namen dan alleen maar de naam die we gekregen hebben bij onze geboorte. En vi alle sammen, vi har flere navn enn vår navn vi fikk da vi ble født. Vi kunnen en goede naam hebben en een slechte naam. Vi kan ha en god navn eller en dårlig navn, god rykte eller dårlig rykte. Vi kan veel goede namen hebben, en goede naam als onderwijzer of als moeder of als bakker. Og hvis man har en god og bra rykte, så er det bra i forhold til arbeid. En zo heeft de Heer ook heel veel namen, dat weten we natuurlijk wel. Og så har også Gud mange navn. En elke naam van de Heer die voorziet in een nood, in een behoefte. Wel enigste naam som Gud har fått, den dekker een behoef som vi har, noe som han gjør. Dus de naam des Heeren, als je geen uitzicht meer ziet en je hebt een doodlopende weg. Så hvis man ikke har noe utsikt lenger og man går på en vei som er... som ender i ingenting. So. Dan is de naam die daar bij pas is. Ik ben de goede herder die altijd weer so passer weg. De naam de goede hurde, maar daarvoor han wijzen wij je nu. Ja. Dus er zijn geen doodlopende wegen meer wanneer je echt Jezus kent so als de goede herder. Zo vinden ze nu wijzen om je blind wijzen. Ja, de vinden zich. Ik heb al drie goed op keurkursen in Norge, dus een blind wijzen al drie hoort om. En zo heeft voor elke nood die we hebben, is er een naam des Heeren die daarbij past. Zo voor waar nood mij hard, zo vindt er een naam aan God, som passer en som verzuinen ons in een uitwei. En die naam werkt als een sterke toren. Og hans naam, Guds naam, die fungeert als een sterk toren. En toren is een verdedigingswerk. Of een vestingswerk. Een schaakspel, hè? De toren, dat is een verdedigingswerk. Als je het hele schaakspelen, zo er een toren een jurne brikken op schaakspelen.
En als je in zo'n toren geborgen was, dan was je onaantastbaar. In de gamle dagen waar man ja, eigenlijk waar man druk in vesting werken, in toren. In die tijd dan, hè? Als je voedsel had en water, dan kon je het overleven in zijn toren, heel lang. Had man nog maat te trekken, zo klaarde man zich ganske lange. En dan was je onaantastbaar voor alles wat er op je afkwam. En zo waren eigenlijk hij vrij voor inwerkingen uit te gaan. Maar nu, wat is nu de passende naam des Heer die bij onrecht past? Men waar er namelijk de Gud, Guds naam, van passer met uret? Ik ken geen Noors, dus ik ga het maar niet vragen, want dan moet het ook weer vertaald worden. Maar de naam des Heren in het Oude Testament, die daarbij past bij onrecht, dat is de rechtvaardige rechter. Men, de naam van Agud, som passer met uret, er rechtvaardige dommer, ja, dommer. Rechtvaardige dommer, som benemt in het Gamle Testament. En dat was, als je... God kende, als je God kende als rechtvaardige rechter, dan was je onaantastbaar. Of is man kende God som rechtvaardige rechter, dommer, zo was man eigenlijk terug. Uangrijpelijk, ja, dat is bra. En David, die maakte er heel veel gebruik van. Oh, David, han brukte die wel mye. Al die oud-testamentische figuren, die maakten daar gebruik van, maar David was een heel duidelijk voorbeeld. En de meeste van die gamle testamentische exemplen, die gebruikte dat daar ofte, maar David was wel heel flink te gebruiken Jezus. En als je in de psalmen leest wat hij aan God dorst te vragen, als hij vervolgd werd, hij nam niet het recht in eigen hand. Of als man leest genom psalmen, zo zei hij dat David ikke tok, han var ikke zijn eigen... dommer, maar han gaat over de Gud. He, als hij onrechtvaardig werd behandeld door Saul bijvoorbeeld, dan nam hij niet het recht in eigen hand, maar hij gaf het over aan degene die zijn rechtvaardige rechter was. Of is dan dat bleef behandeld feil aan Saul, koning Saul, zo je dan niet genoeg imot de uretten, maar han gaat over de Gud, som wist alt om dat daar. En als je dan leest in de psalmen wat hij aan God dorst te vragen over als oordeel. Alt som han tør å spør Gud om, i psalmen bijvoorbeeld. Dat zijn wraakpsalmen. De wraakpsalmen zijn dat. Ja, die psalmen som er eigenlijk om heaven. En dat was heel verschrikkelijk dat hij Gods oordeel vroeg over zijn vijanden. Voor ons zo lezen we het, dat leest man ook, maar dan spør om Guds oordeel. Guds dom over die vijanden hans. Ja, en God die deed dat ook. Ook Gud gjorde dat op Guds wijs. Dus dat was voor David was God een rechtvaardige rechter, waardoor hij onaantastbaar was voor onrecht. Als we zeggen op dat, zo zeggen we dat voor David was Gud de rechtvaardige som kunnen dommen over hans tilstander. Maar de moeilijkheid is dat in het Nieuwe Testament. Maar in het Nieuwe Testament, de Sierra Nieuwe Annelides. Hebben vergeving ontvangen. In het Nieuwe Testament is Hamie voor die liefde. En draait alles om genade. Ook daar er ik heaven een stoerzaak, maar daar nood of die liefde een stoerzaak. Dus we kunnen eigenlijk niet meer gebruik maken van. Zoals David van die rechtvaardige rechter. Zo in het Nieuwe Testament zo kan we eigenlijk gebruiken den delen dat God de rechtvaardige dommer. Dat kan we gebruiken op dezelfde wijze langer, zoals David gjorde. Dus als ons onrecht overkomt, dan kunnen we niet zeggen: wanneer wilt u even dat oordeel? Dat moeten we dan vergeven. Zo wie nodig zijn uret voor ons in nieuwe pakten, zo kan we niet zien dat God dat kan niet du maar. Straffen die, som David gjorde, maar dan moeten we tilgeven. En het is zelfs zo dat als we vergeving hebben ontvangen van God, Het is zelfs zo dat als we zelf hebben tilgeven van God, en we zijn niet bereid om de anderen te vergeven die ons onrecht aandoen, of we ikke har
er bereid til å tilgi de andere medemennesker som har gjort urett mot oss. Dan verliezen we ook de vergeving die we van God ontvangen hebben. Så mister vi som mennesker den tilgivelse som vi har fått av Gud. Så det slår tilbake på oss selv. Dat staat in Matteüs 6 vers 14 en 15. Dat heel bekend. Dat staat in Matteüs 6 vers 14 en 15. 14 en 15 vers. Heel bekende versen. Wel legend. 14 en 15 van Matteüs 6 vers 14 en 15. Voor daarom dieren tilgir menneskene deres menneskene deres overtredelser, skal deres far i himmelen også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi dere deres overtredelser. Ja, dus, maar is het niet zo dat God, hoe vergeeft God ons eigenlijk? Men spørsmålet da, hvordan tilgir Gud oss? Hvordan gjør Gud det? Vergeeft God ons automatisch alles wat we gedaan hebben, wat we verkeerd doen? Tilgir Gud oss alt automatisch? Hvis vi gjør noe feil nå, er det en automatisk tilgivelse da? Dat is een theologie die wel ook gebezigd wordt, dat we hebben vergeving gekregen van verleden, heden en toekomst. Er finnes en teologi som sier at en teori som sier at vi har fått tilgivelse for det som har skjedd i fortida, dus nu og i framtida. Dus zo moeten wij ook anderen vergeven. Så på det samme vis må vi tilgi andre rundt oss. Maar is het waar? Vergeeft God ons? Men er det det som er sannheten? Hoe vergeeft God ons eigenlijk? Hvordan tilgir Gud oss? Hij vergeeft ons alleen maar wanneer we onze zonde beleiden. Gud tilgir oss bare hvis vi bekjenner våre synder. En het ook nalaten. Og spør om tilgivelse, og så i tillegg hvis vi da lar være å gjøre det igjen. Als God ons zo zou vergeven zonder dat tot belijdenis komen en tot bekering daarvan, van de zonde. Hvis Gud hadde tilgi oss hver gang uten at vi hadde spurt om tilgivelse, uten at vi hadde vært hadde omvendt oss fra det vi gjorde. Dan zou het niet wijs zijn van God. Så ser det ikke så veldig logisk ut, ikke vis ut. Dus stel je voor dat je een jongetje hebt, een zoon hebt. Ze zei dat u haar een liten gutt. En die wil graag een cd kopen. Och han vill köpa en cd. En hij weet dat zijn moeder een heel hoop geld heeft. Och han vet att sin mor har massa pengar. En hij pakt 20 euro uit moeders portemonnee. Och han tar en 200 lapp från plånboken till mamma. Om een cd te kopen. Till att köpa en cd. Maar het is een hele eerlijke jongen. Men han är väldigt ärlig. En hij zegt tegen zijn moeder, mam, wil je me? Ik heb 20 euro uit die portemonnee gepakt. Zo ziet hij zijn moeder, mama, hij had dat 200 kronen. Wilt u het me vergeven? Kan u het jullie maar? En dan zegt zijn moeder natuurlijk, ja joh, ik ben blij dat je dit zegt, ik zal het je vergeven. Zo, moeder zegt dan, ja, natuurlijk, ik wil het jullie daar, en ik ben blij dat u ziet vrouw. Maar dan houdt ze meteen wel haar hand op. Men, Ze houdt wel haar hand op om men, 20... Men hoe strekker u het handen zien? Om die 20 euro weer terug te krijgen. Voor te bakken die 200 kronen. Nee, zegt dat jongetje. Nee, daar wil ik een cd van kopen. Nee, zegt een gutter, hij wil gerne kjøpe en cd. Så den skal jeg beholde. En dan zegt die moeder, een hele lieve moeder is dat. De moeder die zegt van, nou jongen, ik ben blij dat je het gezegd hebt. Zo zegt mama til Hanna, ja, hij is zo glad dat je het gezegd hebt. Ik ben zo blij dat je het gezegd hebt, houd het dan maar. Ja, du kan bare beholde det. Det går greit. Maar is het een wijze moeder? Er det pedagogisk riktig? Er det vis av mamma? Nee, het is een heel onwijze moeder, want het is de eerste stap naar de criminaliteit. Det sannsynligvis ikke så veldig lurt, for det kan være første trinnet til noe verre. De volgende keer haalt hij 100 euro uit zijn moeders portemonnee. Neste gang tar han kanskje en 1000 lapp. He, dus God is niet onverstandiger dan een onverstandige moeder. Oh, Gud kan je niet zijn lidt minder luur en de mama. En daarom staat er ook, als we onze zonde beleiden. Zo daarvoor storen, wist me
beleiden. En God is rechtvaardig. God is rechtvaardig en goed. Wie wil beginnen worden zonder? Ja, God is rechtvaardig en goed om het te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat staat... Als we beginnen worden zonder, zou ik God troefast door het vader te lotidios. Het staat in 1 Korinthe, het staat in 1 Johannes 1 vers 9, een heel bekend stuk. De story eind 1 Johannes 1 vers 9. Ja, 1 Johannes 1 vers 9. Moet je het even voorlezen? Van 9 vers. De norske bibel har jeg lånt av kona mi, den har jeg aldri brukt før, så det er litt annerledes enn min. Har det andre rekkefølge på bibelbokene, på en annen vis? De sier den så tynn. Ja, ja. Dus iedereen kent die tekst wel, hè? Van. Kan u lezen hem? Kom maar. Men dat som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Ja, vergeving is niet los verkrijgbaar. Så tilgivelse er ikke en sak som er løs til, of voor løs. Dus vergeving en bekering, die horen bij elkaar. Så tilgivelse og omvendelse, dat horen samen. Ja, dus... vaak wordt het zo gezegd van. We can see the song sleek. Dat zijn wij zo. Dat zijn wij. En dit is onze zonde. Zo is dat daar zonden worden. Het leven voor onszelf is de kern daarvan. Het leven voor onszelf, zo mijn kernen. En dit is de schuld die dit met zich meebrengt. Of de reu, de schulden, som de innebærer, som vi bærer med oss. En dit is. Jezus die aan het kruis ging, onschuldig. Oh, dat daar Jezus om hinger op korsen, uiten schuld, u schuld die. En toen heeft hij, dat is de theorie, dan neemt hij onze schuld, neemt hij over. Zo theorieën, dat daar dan woord schuld, de reu, en hij, over. En hij ontvangt de straf daarvoor, een sterf ermee. Zo voor een straffen voor schulden, zo dat deur aan. En wij krijgen daarvoor in de plaats. Oh, wie voor is dat? Zijn gerechtigheid. Ons in rechtvaardigheid. Hij krijgt wat wij verdienen. Zo hang voor de wie eigenlijk verdienen. En hij en wij krijgen wat hij verdient. Oh, wie voor de hang verdienen. Zo dan zo'n butte, zo'n lid UR liep om moeten. En dan wordt ons zijn gerechtigheid toegerekend. Of zo blijf je rein in Hans in rechtvaardigheid. En als God dan naar ons kijkt, dan ziet hij ons helemaal volmaakt in die gerechtigheid van Christus. Zo in de theorie in haar, zo zegt God ons heilt rechtvaardig, genom Jezus heilt hij altijd. Maar dit is de oorzaak van alle moeilijkheden in de gemeente ook. Van alle... Maar de theorie in haar, zoals dan ben je voorstelt haar, daar een stoer probleem voor mange menigheden. Want dit klopt niet, omdat de schuld en de zonde, die kun je niet van elkaar scheiden. Probleem is namelijk dat schulden, som in de theorie blijft lagt op Jezus, het hoort kan niet delen van de zonden, som er daar, het hoort in mensen. Dat hoort bij elkaar. Die je knut dat samen. En ook de onschuld. Kijk, Jezus die kon in onze plaats sterven, omdat hij dat voor zichzelf niet hoefde. Jezus kunnen deur voor ons. Voor die hand ik getrenkt door de voor zichzelf. Hij kon onze straf dragen. Om kunnen bijen voor straf voor die hand ik getrenkt door bijen straf voor zichzelf. Omdat hij niet dat niet voor zichzelf hoefde. Maar hij kan niet onschuldig voor ons leven, omdat hij dat voor zichzelf niet hoefde in onze plaats. Maar dan kan ik leven een usurde lief in voor stede. En dat had hij nodig om een offer te kunnen brengen. Daar hadden we al goed voor kunnen bijen straffen. Het onschuldige leven van Jezus is niet overdraagbaar. Zo de usjulde lief som Jezus leefde, den is ikke overbaarbaar. Den is ikke mulig å få. Den på det viset som en gave. En de zonde die we nog overhielden in ons leven. Og synden som vi har igjen i vårt liv. Dan denken we dat de dood ons daarvan verlossen zal. Zo er theorieën dat döden skal vri oss fra den siste synden som vi har igjen.
Dus dan als we doodgaan, dan laten die zonden gewoon achter. So dat blir når vi dör då blir synden igen och så får vi lov till att reis till himlen på morgon. Omdat God ons beoordeelt omdat naar de gerechtigheid van Jezus. Fordi Gud oordeler oss efter den rättfärdigheten av Jesus i den teorien. Maar als het waar is, is de dood een betere verlosser dan Jezus. Men hvis det er sant at det er slik på dette viset, så er døden en sterkere verlosser enn Jesus. For da er døden det som renser oss fra synden på slutten av livet. Dus Jesus verlost oss fra de skyld. Så i den teorien er det sånn at Jesus, han renser oss fra skylden. En de dood verlost oss fra de zonde. Og døden tar vekk synden. Nou, dat is ook niet waar, omdat de dood is geen verlosser, maar die maakt het eens en voor altijd onmogelijk om ooit nog verlost te worden. Men det er ikke sant, fordi døden er ikke en forløser, men døden gjør det egentlig umulig om å bli, hva sier jeg? De dood maakt het voor altijd onmogelijk om ooit nog verlost te worden van de zonde. Döden gör det för oss omöjligt om efterpå och bli frälst från synden. Man kan inte bli frälst från synden efter döden. Det må vi måste bli frälst från synden för döden. Ja. En vad är en det är komplett. Dus waarom is hij nog opgestaan dan? För hvis man tror på den teorin, vad är grunden att Jesus då är als het op alle deuren. Nou, er wordt dan gezegd dat het bewijs is dat God dit heeft aanvaard, de opstanding. Dan blir det sagt dat Jezus de opstandelse er bewijzen dat Gud daar accepteert den lösningen her. Dus dit kan niet waar zijn. Dat kan al drie weer zand. Het is de gelukkige ruil, die is niet goed. Den verwisselingen aan Jezus of vår zoon of schuld. Den kan ikke være sant. Men hvordan vel? Men hva er den reelle, ekte teorien? Hvordan er det i virkelighet? Nou, dit is onze schuld, onze zonde. Så dette er vår synd igjen. Synden i oss, det svarte. En dit is de schuld die dat met zich meebrengt. Og dette er skylda som det tar med seg. En det staat er in 1. Petrusbrief. Og så står det i 1. Petrusbrevet. Eerste Petrus brief kapitel 2. En er staan de voetstappen van Jezus. Welk vers? Vers 22. Vers 22. Er staat daar. Zal ik het lezen? Ja, doe maar. Nog han vers. Som ikke gjorde synd, heller ikke ble det funnet svik i ham i hans munn. Ja, verder. Da han ble hånet, hånet han ikke igjen. Da han led, truet han ikke, men han overlot seg selv til ham som dømmer rettferdig. En van 24. Han som selv bar våre synder på sin egen kropp og på treet for at vi døde fra syndene skulle leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere legd. For dere var som sauer som hadde forvillet seg, men nå har dere vendt dere om. Ja, vers 24, hè? Ja. 24, dat is wichtig. Het is, dus Jezus heeft niet alleen, is onschuldig aan het kruis gegaan. Zo, er staat hier dat Jezus han gick på korset uskyldig. En hij heeft onze zonde in zijn eigen lichaam op het hout gebracht. Zo, han had dat woord zonder in zijn uskyldige legeme, på korset. En daarmee ook onze schuld. Og med det, også vår skyld. Want die zijn niet van elkaar te scheiden. For de er ikke mulig å skille fra hverandre. Så han tok både synden og skylden. En daarmee is hij veroordeeld. Og daarmee har han blitt dømt. Maar hij is ook niet, hij is niet alleen maar gestorven, maar hij is ook opgestaan. Og han døde og stod opp. En nu is het zo dat als we dat leven voor onszelf loslaten, we geven het over aan Jezus, omdat Jezus het aan het kruis heeft gehangen. Zo, als we dan slepper
trang til å leve for oss selv og gi det til Jesus. Dan houden we niks over van zonde en schuld. Så blir vi tomme for synden og skyld. Maar dan mogen we in Christus zijn, letterlijk. Men så får vi lov til å være i Kristus. Helt letterlig. Helt og fullt. En dan krijgen we deel. Dan krijgen we deel aan zijn opstanding. Og så får vi del av hans oppstandelse. En dat is een proces dat ontwikkelt zich. Og det er en prosess som utvikler seg. Je moet alles nog leren, maar dat met vallen en opstaan mag je dus leren om uit het opstandingsleven te leren. Og det er en prosess som man lærer at, at man faller og står opp igjen, men man vokser i det, at man får lov til å leve i Kristus. En så worden we echt verlost van zonde. Og med den prosessen der i Kristus, så blir vi virkelig forløst fra synden. En ook van de skuld. Og også fra skylden. Nou, nu gaan we terug naar het onderwerp van vergeving. Og nå kan vi tilbake til vi begynte med, det var om tilgivelse. Want er staat hier ook in hetzelfde stukje wat we gelezen hebben. Og her i vers 22 står det. Vers 23. Vers 23, så står det. Da han ble hånet, hånet han ikke. Da han led, truet han ikke. Men overlot seg selv til ham som dømmer rettferdig. He, dus Jezus, als hij onrecht onderging. Zo is Jezus ondergik uret. Dan vergaf hij het niet. Zo tilga han det ikke bare sånn. Tenzij de mensen natuurlijk om vergeving vroegen. Hvis ikke de menneskene spurte om tilgivelse. Ja, maar die fariseeën en schriftgeleerden die hem zo slecht behandelden. Men skriftlærde og fariseerne som behandlet han så urettferdig. Waardoor hij ook gekruisigd werd. Slik at han ble korsfestet. Dat gaf hij over aan hem die rechtvaardig oordeelt. De urettferdigheten, den ga han over til Gud som dommer rettferdig. Dus Jezus is ons voorbeeld in alle opzichten, ook in dit opzicht. Also, Jezus moet worden voor exempel, ook zo in den delen haar. Hij kende zijn vader, zijn God als rechtvaardige rechter. Han kjente sin far som den rettferdige dommer. En daar maakte hij ruim gebruik van. Og det brukte han mye. En daarom stond hij boven alle, stond hij er helemaal boven. Og derfor kunne han stå over alt som skjedde rundt om. Er is een tekst die we allemaal wel kennen, denk ik. Det er en tekst som vi kjenner alle sammen, sannsynligvis. Het gaat over, als Jezus terugkomt, zal hij nog wel het geloof vinden op aarde? Det står det at når Jesus kommer tilbake til jorden, vil han da finne noe igjen av troen? Maar weten we het verband waarin het staat? Men hvilken context står det i? En het is namelijk zo dat vaak wordt die tekst genoemd, maar we weten niet naar aanleiding waarvan Jezus dat zei. Ja, de teksten blir brukt ofte, men vi glemmer ofte å se hva som er konteksten det står i. Jesus sa det i. Det står i Lukas 18. Det står i Lukas 18. Vart det ikke sånn? Lukas 18. En hvilk vers? Vanaf vers 1. Misschien må jeg even forelese det verhaal. Så fortalte han den en lignelse om alltid være uholdende i bønn og ikke bli trette. Han sa, i en by var det en dommer som ikke fryktet Gud, og heller ikke tok hensyn til noen mennesker. Det var en enke i den byen. Hun kom til ham og sa, hjelp meg få rett mot den som jeg er i strid med. Til å begynne med ville han ikke. Men til slutt sa han til seg selv, selv om jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noen mennesker, vil jeg hjelpe henne for å få rett, fordi denne saken plager meg. Ellers vil hun slite meg ut ved stadig å komme hit. Så sa Herren, hør hva den urettferdige dommeren sier. Skal ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han ikke langmodig med dem? Jeg sier dere at han skal skynde seg og gi dem deres rett. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne noen tro igjen på jorden. Ja, dat zijn we bijna kwijtgeraakt.
Och detta har vi nästan glömt. Dat wij ook gebruik mogen maken van God als rechtvaardige rechter als we onrecht lijden. Dat we ook zo kan verloofd willen gebruiken God som rechtvaardige dommer når vi lider uret. Dus als ons onrecht wordt aangedaan, dan kunnen we het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zo wie dus fier uret moet ons, zo kan we ook zo verloofd willen hier over de God som dommer rechtvaardig. En dan gebeuren er heel wonderlijke dingen. Dan kan dus hier mange underlige ding. En dan hoeven we niet te wachten tot het eindoordeel. Zo trengen we gewend til en de tia til å få dommen. Er staat in vers 8 zegt: ik zeg u dat hij hem spoedig recht zal verschaffen. Voor in vers 8 is het dat dat dan kan. Vers 8 in dat stukje, hoofdstuk 8. Daar staat dat dan skal skynde seg for å gi rett. Ja, en er staat ook in hoofdstuk 17, dat daarvoor staat. Als er staat daar in kapitel 17. Vers 3. Tredje vers. Vers 3 en 4. Og tredje vers og fjerde vers. Ta dere i vare, hvis din bror synder mot deg, så irettsett ham. Og hvis han angrer seg, så tilgi ham. Men hvis han synder mot deg 7 ganger om dagen og 7 ganger på en dag kommer han tilbake til deg og sier, jeg angrer meg, så skal du tilgi ham. Ja, dus als vi vergeven kunnen, så hvis vi kan tilgi, dan moeten we het doen. Så må vi gjøre det. Het kan ook zijn dat mensen je onrecht aandoen, onwetend, dat ze geen idee hebben wat ze doen. Og det kan også være at folk gjør det urett, uten å vite det. He, dat is met je kinderen ook vaak zo, he, dat ze echt op je hart trappen. Dat kan ook zijn met barna deres. Maar die kan drukken op je hart, ja, voor deren. Maar ze weten niet beter. Maar die weten niet beter. Is een onwetendheid. Zo, in onwetendheid. En dan kun je ze makkelijk vergeven. Door de meulen of tilly. Maar het gaat hier over onrecht wat je wordt aangedaan en wat bewust is en wat ook doorgaat. Maar dat haar je uret. Dat her handelt om uret som blir gjort mot deg, bevisst. En dan moet je niet proberen om het te vergeven, want God die kan dat ook niet. Og hvis det ikke blir spurt om tilgivelse da, så må du ikke prøve å tilgi, men da er det viktig å overgi det til. We hoeven niet meer te kunnen dan God zelf, dan Jezus zelf. Vi trenger ikke å gjøre mer enn Jesus gjorde selv. In Romeinen 12 staat ook, Romeinen 12. In Romebrieven 12. Romeinen 12 en dan vanaf vers 18. Vers 18. Ja, vanaf vers 18. Romeinen 12. Romebrieven 12, 18 vers. Ja. Vanaf vers 18 even voorlezen. Ja. Wist het er mogelijk, of zolang de stoort in derde, zal derde leven vredelijk met alle mensen? En dan vers 19. Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for vreden. For det står skrevet, hevnen min, jeg vil gjengjelde, sier Herren. Ja, dus wanneer we, als we dus de indruk hebben dat, als we dit geloven, dan moeten we iedereen vergeven. Hè, omdat we op die manier ook vergeving gekregen hebben van God. Så hvis vi tror på den første teorien om tilgivelse, så må vi tilgi alle som gjør noe mot oss, for det den måte vi har fått tilgivelse selv. Men als we dit geloven, dat je alleen maar vergeving krijgt door je te bekeren van datgene waar je vergeving voor nodig hebt. Men hvis vi tror på den siste, at vi bare får tilgivelse hvis vi virkelig omvender oss, dan is dit de weg. Så er dette veien, som står her i Bibelen. Ja, dus het is niet zo van dat er twee manieren zijn, dus vergeving, vergeven. Så det er ikke slik, at det er to muligheter. Forbittering. Tilgivelse eller bitterhet. Want dat wordt vaak gezegd in de zielzorg, dat je moet vergeven, want anders raak je verbitterd en word je een gevangene van je eigen vraag. Det er noe som blir ofte sagt i sjelesorg, at hvis man ikke tilgir, så blir man bitter selv.
dat is in je eigen belang om mensen te vergeven. Så det är i din egen fördel att tillgi alla. Ook al hebben ze geen berouw, moet je ze toch vergeven. Selv om noen som har gjort noe mot deg, ikke angrer i det hele tatt, så må du allikevel tilgi for det, i din, egen, det til din egen beste for å ikke bli bitter. Anders word je zelf slachtoffer van je wraakzucht. For da blir du selv offer for din egen... En als je doet, is het meer verdringen dan dat het je bevrijd wordt. Och den måten att tillgi på, det är mer en trycka väck. Heel veel christenen die proberen al het onrecht wat ze wordt aangedaan te vergeven. Det är väldigt många kristna som prövar att tillgi allt orätt som blir gjort mot dig. Maar dan proberen ze iets te doen wat God niet kan. Men då prövar de kanske göra något som Gud inte kan. En dan wordt het verdrongen. Och så blir det förträngt, ja. Förträngt. Ja, en dan komt het in het onbewuste terecht. Och så kommer det i det underbewuste. En dan krijg je allerlei, en als er onrecht is, onverwerkt onrecht, dan komen allerlei psychosomatische ziekten komen ervan. Och hvis det får lov till att vara där och växa där vidare, så kommer det psychosomatiska sjukdomar. Daar hebben we heel wat voorbeelden van gezien. Och det har vi sett många exempel på. He, maar er is een andere manier, een derde weg, gelukkig. En heldigvis er een tredje weg. Het is overgeven. Och ge over till Gud. Overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Gud som dummer, dommer rechtvaardig. En dat is net zo bevrijdend als dat je iemand kan vergeven omdat hij om vergeving vraagt. Och de lieke bevriende som att tillgi en som du inte kan tillgi. Toen we dit voor het eerst ontdekten, dat God voor ons een rechtvaardige rechter wilde zijn. Dat je voor de eerste gang opdagen dat Gud wil zijn een rechtvaardig dommer voor mij. Vertelde het op onze Bijbelkring. Zo vertelde het op mijn Bijbelstudiegroep. En toen was er een zuster die vertelde dat zij dat had ervaren. Of zo was er een dame som vertelde dat ze had opleefd dat haar dat is zand. Zij was namelijk een ongewenst kind. Voor hoe was namelijk een onwenselijk barn. Haar moeder was in verwachting geraakt voordat ze getrouwd was. Hennes moer had blit gravid voor hoe was gift. Ze was heel godsdienstig. Oh, moer was wel die gesrukt. Maar ze vond het verschrikkelijk dat ze in verwachting was geraakt voordat ze getrouwd was. En daarvoor zijn ze dat hoe het was vervaardelijk dat ze blit gravid voor echtschappen. Dus zij werd gehaat door haar moeder. De barnen som kom, hun was hatet av sin mor. Die moeder die trouwde wel met haar vader. Moeren hennes, hun gifte zich met haar vader. En die kreeg nog 5 kinderen. Och die fick 5 barn till. En die waren allemaal welkom. Och die waren alle välkomna. Maar zij was de enige die nooit aangehaald werd, die niks kon en ook niks mocht. Was ze asielkoester. Men hun var barnen som aldrig fick lov till något, aldrig kom in i värmen. En ze vertelde dat ze haar moeder haatte. Och hun vertelde att hon hatet sin mor. En dat ze haar moeder dat niet kon vergeven, omdat die moeder die veranderde helemaal niet ten opzichte van haar. Att hon inte klart kunde tillgi sin mor, för die mor hennes aldrig visste någon form för anger. En toen trouwde ze met een hele lieve gelovige man. Och så gifte ze hun zich met een troende goed man. En toen ging het, toen kreeg ze conflict. Zo fik hun conflict. Dat ze haar moeder haatte. Dat hun haatte zijn moer. En toen vertelde ze dat ze op een gegeven moment daar niet meer mee kon leven. Och så vertelde hun dat er kom een punkt in hennes leven wat hoe je kunnen leven langer met een haat tegen moeder zit. En toen is ze op haar knieën gegaan en heeft tegen God gezegd. Als zo je op haar knieën vooral je ziet het de Gud. Heer, u weet waarom dat mijn moeder me zo heeft behandeld. Hoe zat er zijn moer? Ik kan het. En zat de Gud, du weet waarvoor mijn moer haar behandeld en slik. En ik kan het niet verwerken. Ik kan niet bijarbeiden. Ik geef het helemaal over aan u. En wil ik hier het over te duiven, ik kan niet hier nog met het daar. En toen vertelde ze dat ze zo'n geweldige bevrijding had ervaren, dat
Het was erg naartoe gegaan. En zo vertelt u daar op bibelgroep den kvällen dat van den dagen zo blijf bevriend voor den haat, den verswant, den kunne hen een plas. Maar dat was niet het einde van het verhaal. Maar dit was ik sluiten naar historie. Want toen vertelde ze dat niet lang daarna haar moeder haar belde om langs te komen, dat ze bij haar wilde koffie drinken. Maar nu ik redde pas, zo ringde hennes moer voor ons bespuren om haar lust kunnen komen in om voor een kop koffie. Want haar moeder zegt, mijn moeder heeft nooit gezegd, kind, wat heb ik je aangedaan, wil je het me vergeven? Oh, hennes moeder had al drie gezegd, ja, had je zo moeie moed, wie kan u tillen? Maar ze zag dat haar moeder, dat ze spijt had. Men hun zag op zijn moeder dat zijn moeder angra. En toen kreeg ze een tweede ervaring. Alsof ik u een ervaring til. En toen kwam werd ze overweldigd door Gods liefde voor haar moeder. Alsof ik u vanwittig muur geleerd voor zijn moeder. En kon ze haar moeder voor het eerst in haar armen sluiten. Ze kunnen omsluiten zijn moeder in armen hennes. Dan kun je het natuurlijk wel psychologisch een beetje verklaren. Ik kan me zo verklaren verklaren, dat is psychologisch. Dus dit is de een. Zo dat hij de ene. Dus de ander zo. Dat hij de andere. En er is een conflict. Er is een conflict. Zo. In mellom. En toen zij het overgaf. Of dat hoe klaar te overgeven te God. Zo. Toen, toen veranderde er iets hier. Zo veranderde het dan nu daar. En die moeder zou kunnen zeggen, wat is er aan de hand? Of moeder kunnen jou zetten een spurretijn, waar was maar zet. Maar dat is niet de verklaring van wat er gebeurd is. Maar dat is je verklaring voor wat ze maar zegt. Het is, als je rechtszaken overgeeft aan God. Wist man over je een rechtszaak te God. Dan zegt God, eindelijk kan ik wat voor je doen. En zo kan God eindelijk doen over je. Dat had je te God. Wat jij niet kunt, dat is dat je het hart van een ander bereikt. Wat jij niet kunt, dat is het hart van een ander bereiken. Wie kan je ik nou, je hebt het een andere. Maar God kan het wel. In een conflict situatie. Maar God kan nou alle jetten. En dus dat conflict was over. Zo conflicten bleef leust, begon dat hoe hadden je het over de God first. Het is nooit een goede verhouding geworden van een moeder-dochter verhouding hoor. Er had altijd blit een fantastische relatie tussen moeder en dochter, som ønskelig eigenlijk, maar het probleem was opgelost. Men problemen bleef leust. En toen zij dat vertelde op de Bijbelkring, toen was er een andere zuster. Of dat hun vertelde in Bijbelgroepen, zo was een andere dame. En die zegt, ik heb ook datzelfde probleem. Hoe hun vertelde dat, we hadden samen problemen. En die zei van, ik heb een moeder die sinds ik getrouwd ben, kan ik niks goed doen. Oh, hun vertelde dat hoe blij heeft, hoe altijd kunnen jullie nou braaien hoe zijn eigen moer. Mijn moeder heeft altijd kritiek op mij. Mijn moeder heeft altijd kritiek op mij. En als ik dan, als ik mijn moeder aanzie komen. Nou ja, zei mijn moer zijn kommer. Oh, mijn moeder, wat zal ze nu weer zeggen? Denken we, oh nee, mijn moeder komt wel eens gaan zien. En die haatte ook haar moeder. Hoe haat het ook zijn moeder op de situatie? Ja, wat moet ik doen, zei ze toen. Wat kan je doen, hè, nu? En toen zei die zuster, deze zuster, die zei van, doe hetzelfde. Zo zei de andere zuster, hoe zou je het samen met jou doen? Dus die heeft ook haar rechtszaken, want ze had het ook al, ze ervaarde het al als onrechtvaardig. Rechtszaak gaf ze over aan God. Zo, de samen jorde hun, hoe gaf zijn rechtszaker, de rechtvaardige over de God. En 14 dagen later kwam ze op de Bijbelkring terug. 14 dagen zijn er, dan we hadden de Bijbelkring bij Jan, ze komen er terugbakken. Toen zegt ze, ik heb het precies hetzelfde ervaren als jij. Zo, vertel wat we hadden ervaren, akkoord samen. Ik heb het overgegeven aan God en ik kreeg echt een ervaring van bevrijding. Zo, hoe vertelt dat hoe had je het over de God, of zo dat hoe had opleefd en bevriezen? Mijn haat verdween. Mijn haat verswand. En toen zegt en toen mijn moeder weer kwam, toen hebben we zo fijn over Jezus gepraat met elkaar.
Och då min mor kom tillbaka kom nästa gång så klarade vi oss nog om Jesus istället. Det var 100% opgelost. Och så blev det löstheid 100%. En toen hadden we nog een andere bijbelkring waar we werden enthousiast over dit hele principe en daar vertelden we ook deze verhalen. Och på en annan bibelgrupp, en annan plats så delte jag samma det samma insikten. En daar was het om die twee historien. En daar was de leidster van de gezinszorg. Och det var en leider av ja, vad heter det på norska? Een ongetrouwde dame, heel bazig. Familieomzorg, eller något sånt. Det var en hälsosyster eller något sånt. En toen zei ze, kan ik het ook toepassen in mijn werk? Och hon lurde på om hon kunde tillpassa det här eller bruka det här i jobben. En toen vertelde ze dat als ze dan al die meisjes had ingedeeld. Hon vertelde dat wist hoe hadde snakken werk met man. Werk had verdeeld. Ja? Het werk? Ja, het werk had verdeeld onder die meisjes die ze onder zich had. Oké. Okay. Hon var leder för en grupp med hälsoarbetare. Och så visst hon då hade fördelat arbetet under bland de som jobbar samma. En dan op het laatste moment belde soms een meisje op dat ze niet kon komen. Och så var det någon gång att på sista moment för de skulle komma på jobb och hade fördelat arbetet och planlagt arbetet. Ja, så var det någon som ringde är sjuk och kan inte komma. Ja, vaak gewoon met een smoesje. Ofte med bara bara någon bagateller. En dan werd ze kwaad, zei ze. Hoe kunnen die cyclisch zin voor het haar? En dan werd ze door de telefoon werd die meiden goed aangepakt. Hoe werkt de telefoon in telefoon die een cyclische overhaling dan? En zegt, kan ik dat ook toepassen, dat ik het overgeef aan hem die rechtvaardig oordeelt? Men kan je kans gebruiken dat er min zinnen dan? Kan je hier over de Gud som... Ja, nou, probeer het maar. Som er rechtvaardig dommen. Zo zou jij dat, ja, proef. En toen kwam ze ook 14 dagen later weer terug op de kring. Of 14 dagen zijn er, kom je terug op bibelgroep. En toen zei het lijkt wel of ik zweef. Zo vertelde hij de werkers om je zweven, dat het nog niet. En toen vertelde ze dat elke keer als er nu zo'n meisje belde en afzegde. Zo vertelde dat wij gang nu een ringte voor te vertellen dat hij zou komen voor jou. Dan gaf ze het over aan hem die ervan oordeelt. Zo ga hoe de over de Gud som der voor en dan zei ze tegen het meisje, ach jammer dat je niet kunt komen. Och så klart hon säger och det var dumt att du inte klarade att komma. Jag ska försöka om en oplossing te vinden. Men jag ska pröva att finna en lösning. En een paar keer is al gebeurd, zei ze. Och det har redan skett någon gång. Dat het meisje even later belde van ik kom toch wel. Det har redan skett någon gång att de samma jentene att de ringte tillbaka lite senare att ja, jag är frisk nog, jag kommer allikevel. Nou, we hebben dit, ik kan bijna een boek schrijven over alle ervaringen die mensen kregen toen ze dit gingen toepassen. Och det är nästan möjligt att skriva en bok om alla erfarenheter alla har upplevt som jag snackar med, som begynt att tillpassa, brukar detta i livet. Dat je dit in het hier en nu kunt toepassen, in het klein en in het groot. Att man kan bruka detta i de små och i de stora ting som ser i livet. Ook in ons huwelijk hebben we dat vaak toegepast. Ook zo in woorden echterschap, maar ofte gebruikt dat daar soms een wichtig middel. Als we conflicten hadden ten gevolge van cultuurverschillen of zo. Wist men een gang had krangel op grond van cultuurverschillen. En we ervaren dat van elkaar als onrechtvaardig. Of we ervaren de veranderen als onrechtvaardig. Dan konden we het, hebben het allebei iedere keer weer overgegeven. Heren, wij weten het niet, maar u weet het wel, we geven het over aan u. Så har vi alltid bara gitt över till Gud som känner problemen, som känner varför ting är slik. Vi säger det inte från, vill du mevrouw even oordelen of zo? Det var inte så att jag sa, kan du inte oordela min kone? Want als je naar de rechtvaardige rechter gaat, dan kom je zelf ook voor het, moet je zelf ook, over jou wordt ook recht gesproken. För hvis man går till den rättfärdige dommer, så blir det aan dummer over beide delen, beide partijen. Dan geeft God jou ook licht van waar jij fout bent geweest. Gud hier ook zo de inzicht in wat du har gjort fout.
Dus het is heel gezond om Gods oordeel te vragen over jezelf en ook over degene die dus jouw onrecht aandoet. Zo, het is wel zond voor ons als mensen om te spreken Guds dom, eller zijn rechtvaardigheid over både onszelf en anderen. Voor hij hier både lys til onszelf en anderen. En als je het eerlijk doet, dan gebeuren er echt wonderlijke dingen in het hier en nu. Of als we het doen, zo zien er wonderlijke dingen hier en nu. En ook in het wereldgebeuren zie je heel veel onrecht. Ook zo in de wereld, in de grote politieke wereld, ze zijn een massa uret. En omdat we dat Jezus zegt dat voordat hij terugkomt, we waarschijnlijk heel dit zou zijn vergeten. Oh, Jezus zegt ook in dit stuk in Lucas dat waarschijnlijk er een nieuwe troe igen. Waarschijnlijk hebben we glömt het daar. Zien we dat het onrecht hand over hand toeneemt? Zo, Jezus heeft al advert ons dat uret zal wachsen. Omdat we geen gebruik meer maken van Gods als rechter over al dat onrecht dat er gebeurt. Voordat we glömmen op gebruiken, we hebben glömt op gebruiken, of mensenheden hebben glömt op gebruiken, Gud som dommer, Guds rechtvaardigheid over ons mensen. Over dus, dus als we onrecht zien gebeuren, hè, met kindsoldaten of zoiets, kunnen we altijd kunnen het overgeven aan hen die rechtvaardig oordeelt en Gods oordeel vragen over diegenen die dat doen. Så når vi ser stor urett som barnesoldater som dreper hverandre og sånn, så kan vi spørre om Guds rettferdighet i alt, og Guds dom, at Gud skal vise hva som er rettferdig og urettferdig og sannhet. Want als Gods oordelen over de wereld gaan, dan leren de mensen gerechtigheid. For hvis Guds oordel går over verden, over jorda, så vil wil wie zo mensker wie wil leren rechtvaardigheid of sanheid te kennen. Het is goed dat nu het oordeel van God over ons leven gaat en over het leven van anderen dan bij het eindoordeel. Det er bedre at Gud får lov til å ordele oss, dømme oss nå når vi fremdeles lever enn når det skjer når vi ikke er mer. Dus als we Gods oordelen vragen over diegenen die onrecht plegen. Zo is misbruik Gud zijn oordeel over die som uret. Dan openen we de weg voor God om te handelen. Zo openen we wijen voor Gud te handelen. En dan kunnen ze tot bekering komen. Zo kan die bli frelst. Dus het is niet liefdeloos om Gods oordelen te vragen over mensen die onrecht plegen. Dat je geliefd, dat je. Det er ikke mange på kjærlighet, ja, til å spørre Guds sin dom over andre, men det hva var det? Nog en keer. Het is niet liefdeloos om oordeel te vragen over degene die onrecht plegen. Det er ikke en mangel på kjærlighet å spørre om Guds oordeel over menneskene som gjør urett. En ik denk dat de duivel veel meer kansen krijgt om het onrecht te laten floreren dan nodig is. Oh, ik denk dat djevelen voor al te veel mogelijkheden til å gjøre urett og få lov til å jobbe videre med i vår tid. Was het duidelijk eigenlijk? Er det klart? Er det forståelig? Kun je er wat mee? Kan du gjøre noe? Of was het iets wat al bekend was? Eller var det noe som var allerede var kjent? Det var en goede invalswinkel. Ja, nee, wanneer het gaat toepassen, dan zou je met elkaar over een paar weken eens moeten gaan bevragen van welke ervaringen dat we hebben opgedaan. Want iedereen heeft ermee te maken namelijk. Hvis jeg kan gi dere en oppgave, en arbeidsoppgave, så kan dere begynne å jobbe med dette her, og så spør hverandre om 14 dager eller noe sånt. Har dere opplevd noe nytt i forhold til at dere gir ting over til Gud som rettferdig dommer? Er det mulig å jobbe med dette her, og så se hva som virkelig skjer? En én ting wil ik nog even hier nog over zeggen, als het mag. Og hvis jeg kan si en ting til om dette her.
Want dit is, zo op deze manier kunnen we zondevrij leven. De theorieën vertellen ons dat we kunnen leven uiten zonde. Maar dan moeten we wel een groot verschil maken tussen zondigen en tussen de fouten die je maakt bij het leerproces. Ja, is dat correct of oncorrect? Is dat echt zo of niet zo? Is dat, wil je nu zeggen wat wel waar is of niet waar is? Want die theorie is niet waar. Ja, hier word je zondevrij, alleen je moet hier wel een verschil maken tussen zondigen, echt zondigen. Ja, maar dit is toch de, zo... De, nee, nee, dat is goed. Als Christus. Nee, dit is toch goeie. Oh ja, oké. Okay. Sorry. Jezus boorde daar de zonden zullen, en dat we voor lof te leven in Christus, voor die we beginnen te leven voor Christus is daar voor onszelf. Dat we moeten een verschil, we moeten zien verschillen mellom om gör fel i uppväxten för de man lär ting och gör synden med vilja. Ja. Het is zondigen, dat is leven voor jezelf. Dat is de oorzonde. Kernen av synden är ju att man lever för sig själv. Ja, daar kun je mee ophouden. Daar kan we sluten med. Vi kan sluten med att leva för oss själv. Dat heeft Jezus aan het kruis gebracht. Voor de det de som Jezus har tagit på korset. Ja, dus dat mogen we loslaten. Så det får vi lov till att släppa. Maar als je 100% voor jezelf hebt geleefd. Men när vi har levt 100% för oss själv, för... En je gaat dan voor Jezus leven, 100%. Om begint te leven voor Jezus, 100%. Dan begin je met niks. Dan begin je met 0%. Maar dat is ook 100%. Maar dan begin je met heel rein tafelen. Maar dat is ook zo 100%. Dus als je ophoudt met voor jezelf te leven, en zegt, Heer, ik wil voor u leren leven. Så hvis man slutter å leve for seg selv og sier til Jesus, Gud, at jeg vil leve for deg, 100%. Men jeg vet nok ikke hvor det må. Jeg kan nok niks, og jeg vet nok niks. Men jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre det nå, for jeg har ikke gjort det noen gang. Men da ben je al 100% gerechtvaardigd door je gezindheid. På den siden av streken, så er man allerede rettferdiggjort, 100%. Je bent hier. Voor die man had voor die je kan hier zondevrij zijn, dus dat je echt in principe 100% voor God gaat leven. Man leven 100% voor Jezus. Maar je moet wel alles, je moet alles nog leren. Maar man moet leren alt, dat je man echt je uitleert. En dat gaat. En dat proces gaat met vallen en opstaan. Oh, processen al boksen, dan innebär dat man hier feil of dat man spur om te leven zodat man leren of vokser. Als je geen fouten mag maken, dan leer je niks. Als man je verlooft te leren om veilig, zo leren man ingenting eller lite. Dus iedereen, het klein kindje, begint met vallen en opstaan, ook te leren lopen, het moet leren eten, het moet zindelijk worden, maar het is allemaal normaal. Zo, nou Jonas, han begint ook go, zo er dan niet. Bara en stadie att han plötsligt står upp och så börjar han gå utan att detta, men han detter stadig väck och så lär han att stå och så lär han att gå och så lär han att löpa och så. En i ons geestelijk leven is het ook zo dat we leren met vallen en opstaan. Och det är detsamma med vår andliga liv. Vi lärer vi må lära det. Det är en lärprocess. Vi faller och må reis oss. Maar als je gelooft dat alle fouten die je maakt ook zonde zijn. Men hvis man tror at alle feil man gjør på den veien og i læreprosessen, loop je voortdurend med skuldbesef. Så blir man knekt av skyldfølelse. Ja, men vi må gaan zien dat God gaat om je gezindheid, om je hart. Wat wil je? Men vi må lære at Gud ser på vår hjerte, hvordan vår gesindheid. Vårt sinnelag. Vårt sinnelag, hvordan vårt sinnelag er.
En als God bij je ziet dat je verlangen is om helemaal voor hem te leven, maar dat je nog niet kan. Maar voor die wisse Gud zegt dat voor sinnelag is dat we werkelijk willen leven 100% voor hem. Maar we klaren dat je hart. Dan ben je 100% gerechtvaardigd door het geloof dat je hebt. Door man 100% rechtvaardigd op grond van troon. Door je gezindheid. Op grond van sinnelag. Henk Paul was dyslectisch. Ah, dat trengen we je verklaren. Hij was dyslectisch. En, ja. En hij maakte vreselijke fouten op school. Ja, dyslectisch, also jullie mama fouten op school. Maar al die fouten die hij maakte, die maakten geen scheiding tussen de meester en hem. Men al die fouten som han gjorde, dat gaf ik nu schillen mellom læreren og ham. Want als er één jongetje in de klas was waar de meester aandacht aan schonk, dan was hij het. Men wist er wel een gut som læreren had øye for, var det han. Want hij zag dat hij zo graag wilde. Hij wilde zo graag goed doen. Fordi han ville prøvde å gjøre det riktig, men han klarte det ikke. En dat rechtvaardigde alle fouten die hij maakte. Og det rettferdiggjorde alle små feil som han gjorde. Natuurlijk waren ze verdrietig over al die fouten, hij en de meester. Selvfølgelig var læreren noen ganger bedrøvet, ja. Eller han Ja. Wat je door hield, dat was maar een feit. Ja, maar de liefde en de zorg die zijn onderwijzer hem gaf, die heeft toch gemaakt dat hij er doorheen kwam. Men alleen wel een comedian om. Ik kan niet meer vertellen natuurlijk, maar Jezus is een goede leermeester. O Jezus is een enda betere leraar. Dus wanneer je dat verschil gaat maken, dat fouten bij het leerproces, dat die totaal geen invloed hebben op God zorgt voor je. Zo we moet leren dat wordt sinnelag wichtig. Wat zei je eigenlijk? Nou, dat alle fouten die je maakt, dat God je niet veroordeelt daarvoor. Hij kijkt naar je hart, van je gezindheid. Ja. Wat wil je nou eigenlijk? Dat je alle feilen die je hoort in je leerprocessen, in je proces te blijven processen op boks op, maar er wordt sinnelag som Gud ser. Er zijn twee volmaaktheden. De twee vul komen het. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief dat hij nog lang niet volmaakt was. Paulus ziet dat dan in Colossensebrieven, zo ziet Paulus dat dan in Filippenzenbrieven dat dan lang niet van volkomen. Aan het eind van zijn leven zei hij nog dat hij nog zoveel moest leren. Og på slutten av livet så sa han enda at han trengte å lære mye, mye mer. Maar even later zei hij. Men litt grann videre i brevet sier han. In vers 5, later weet dan alle die volmaakt zijn, al dus gezind zijn. Men litt senere i samme brevet sier han, snakker om at alle som volmaakt, alles met volkomen. Ja. Dus Paulus zegt, ik ben onvolmaakt, ik weet nog niet alles en ik moet nog veel leren. Zo Paulus hier voor de ene zegt, ja, hij weet ik altijd, hij is volkomen. Maar zijn gezindheid was volmaakt. Heer, ik wil het. Ik kan dan snakken om die som er volkomen, die som had een volkomen rechtisch sinnelag. En dat is heel belangrijk, omdat als we dat verschil niet maken, dan lopen we voortdurend met het gevoel we moeten onderkennen de verschillen daar. Voor wist me ik hier, zo kan we go buiten op grond van dat we daar proberen op bergen. We daar bergen we op een schuldvullen voor alle små feil we hier in die leerprocessen. En voel je niet geaccepteerd door God? En dat is zo jammer. Of zo vullen we wie ons niet geaccepteerd door God op grond van al die feil in leerprocessen. Want dat is. Of dat is gerechtig. Het is zo nodig dat we weten dat God ons lief heeft. Of we trengen of weten dat God elsker ons. Ondanks de fouten die we nog maken. Trots alt voor alle feil die we doen. Ja. En er zijn nog meer dingen te zeggen, maar ik moet ophouden nu. Er is een ander. Een ander vers in dit zijn blinde vlekken. Dit vaak zijn mensen die weten dit niet, hè? De omgang dat ik
als je herkent dat het funkers liek. En er is nog een andere blinde vlek die ik graag nog even naar voren wil brengen. Dat is dat kinderen van gelovige ouders heilig zijn. Oh, de andere ding die ik wil wijzen til, det er at barn av troende foreldre, de er helliggjort. Ja, dus kinderen, al is er maar één ouder toegewijd, dan wordt de andere ongelovige, die wordt geheiligd, wordt apart gezet, opdat hij de kinderen niet zou besmetten. Also, det står at selv om det bare én av de to foreldre er troende, så setter Gud den ikke troende apart, altså at han ikke skal ha innflytelse på den på barnet. Het is misschien even voorlezen. 1 Korinthe 7 vers 14. 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 7 vers 14. 1 Korinthe 7 vers 14. For den ikke troende ekte mannen er helliget ved kona. Og den ikke troende kona er helliget ved ekte mannen. Ellers ville deres barn være urene. Men nå er de hellige. Ja. En dat is zo belangrijk om te weten, dat kinderen die uit je geboren worden, dat die heilig zijn, dat die 100% God toebehoren. Dat ze gekocht zijn en betaald. Så det er utrolig viktig å vite at barn som kommer, som vi får lov å få, at de er 100% Guds barn. Maar we moeten wel beseffen dat kinderen worden geboren met begeerte. Men vi må også vite at små barn blir født med, de får medfødt begeerte. Wat is begeerte? Begeer. Begeer, ja. We worden allemaal geboren als ontvangers. Ontvangers? Ontvangers. We zijn alle født med innebakt, men vil ha opplegg. Als we geen begeerte zouden hebben, zouden we doodgaan. Hvis vi ikke hadde hatt begjær, så skulle vi dø. Het kind heeft honger, het wil eten. Småbarn vil ha mer mat. De vil ha mat, de trenger det. Het is, als kinderen zou kunnen tekenen, kind, dat heeft een trechter, moet gevuld worden. Zo, hvis man zegt slik at det er en tegn av, ja. Nå, en trakt, altså det, vi menneskene, vi må bli fulgt med noe. Ja, maar... Vi har behov. Ja, vi har en innebakt behov, vil du ha vann? Nei. Min far har ikke behov for vann. Ja. Ja, dus we krijgen heilige kinderen, maar dat wil niet zeggen dat ze volmaakt zijn in de zin van dat ze niet verkeerd zich zou kunnen ontwikkelen. Wie voor barn som er helliggjort på grund av vår egen tro som foreldre, men det betyr ikke at de kan utvikle seg feil. Dus het gaat erom dat die begeerte, dat we daar goed mee omgaan. Zo behoeven eller begeer som die mensen har innebakt, dat moet we leren omgås. Ik zal even een ander voorbeeld geven. Zo die som foreldre, vi må lære å følge våre barn med ting som er riktig. Dit is een aquarium. Dit is een aquarium. Met modderwater. Met wang, zuilenwang. En dat kopje loopt. Daar is een kop in die daar. En het loopt vol met modderwater. Oh, daar vullen ze juist natuurlijk met zuilenwang. En nu is de vraag: hoe kan zo'n kopje schoon worden en schoon blijven in deze omgeving? Meneer, de vraag is: hoe kan de koppen kan blijven gevuld met hoe aan hoe dan kan het blijven rein? De enige manier is dat het van buitenaf. Op de enige manier is dat we. Kraan zo. We daar een slangen in die koppen. Uit die vraag. En dat het zo het schone water het kopje vult en. Dat we daar rein van die slangen in die koppen. En dat het als het doorgaat, dan
krijgt het ook invloed op de omgeving. På grund av overtrycket man får in i koppen då, så trycker det ut särvarna ut av koppen och så får man... Är det inte... Ja, i Florens säger vi Saule. Jag har lärt floransk i sedan av norsk. Så, ja. Sölevann. Ja, dus als je, dorst hebt, mag je drinken en dan wordt, dan wordt je leven een bron van levend water. Oké, zo. Når det regner vannet kommer inn i vårt hjerte, så renser den oss. Og det vil spre videre, og det skal bli til en brunn av levende vann inni oss, og det skal springe ut til en fontæn, ikke sant? Og den får vi lov til å... Det sprer seg, og det skal være del av vår familie. Dus als je kinderen krijgt, så hvis vi da får barn, dan zijn ze ook schoon, omdat ze uit jou geboren zijn. Så er de så nærme oss, at de er under innflytelse av det levende vann som strømmer ut av oss. Maar wij moeten zorgen, wij zijn verantwoordelijk voor wat er in dat leven terechtkomt. Men vi er ansvarlig for at vi får så mye levende vann i vår hjerte, og at vi klarer å følge våre barn. At de kinderen ook vol worden hiervan. At våre barn også blir fulgt av Guds ånd, av Guds. En als ze zelfstandig worden, zodat wist die dan weer zelfstandig. Dat ze dan zelf voor die tijd ook een lijn hebben hier naartoe zo. Dat die huis junt dat dat die trengen een verbinding met God, voor de wijze dat die naar die gaat uit aan de muzikale atmosfeer jemmervra, dat die verloofd is dat dan mee dan zo'n verbinding met God. Dus dat is onze opgave. Zo daar wordt opgave. Dus in ons gezin dat alles in ons gezin. Dus positief uitwerkt voor onze kinderen. Zo, dat alles wat er in voor familielief, dat er kan een positief ringwerking. Dus dat ze ook een positieve invulling krijgen in hun leven vanuit God. Zodat die ook zo voor een positieve invulling, good. En als ze zelfstandig worden, dat ze dan zelf ook die keuze gaan maken, dat ze verder willen. Op deze weg. Zodat hij zet de mogelijkheden, zodat dat hij ook kan ta een afwijzing zelf, naar die first komen weg van familie, dat hij kan welken, dat hij wil houden en verbinden ze met God. Dat zou je dus de wedergeboorte kunnen noemen dan. Dat kan je kallen voor Jen. Dus het laatste wat ik zeg, dus een aardbei, een jordbeer, zo. Dat is een aardbeiplant. Jordbeerplanten. Ja, krijgt uitlopers. Dan voor afleggeren. Ja. Ja. En het is, zolang als ze nog niet zelfstandig zijn, dan hebben ze deel in hetzelfde leven als de aardbeienplant. Want zolang den afleggeren niet deel van moersplanten, zo hadden ze een deel van maten som een hoofdplanten hier til. En het is de bedoeling dat ze dus op een gegeven moment zelf die wortels in de aarde krijgen en dat dit dus afgestoten wordt. Ja, en als een aflegger komt in jorden en den får rötter zelf, zo kan er een nieuwe plant, zo trengen er niet langer maat van zijn moersplanten. En God die wil dat graag. Ja. Oh, God wil gerne dat we... Ja. Ik houd ermee op. Nog schiet we. Shall we have a silent moment that everybody can tell the Lord what he has seen and what he can do with it, what the Lord wants him to do, or make a decision in certain respect, maybe about God as righteous church or something, that you saw the light and you can just put it into practice now.